elkaar komen. Boys, jullie kennen de regels. 2 minuten, 3 rondes. Gewoon een mooie sparring. Fight ready? Yes. Fight ready? Yes. Fight! Hou jullie dekking. Deze ronde van heel kijk gewoon. Hou jouw dekking. Kom, doe jullie ding, hoor. Goed. Nee, niet goed. Dat is niet erg. De laatste seconde gaan in. Hou je dikke huid, schiet je weer. Oké, wacht even. Binnen. Fight! Laatste 10 seconden. Oké, time! De eerste ronde. Lekker, Ja, wat triple iets. Twee ponders hier, man. Ga dan tot triple iets. Ja, wat triple iets. Geef het doen. Ga nou afmaken, man. We gaan gewoon pakken. Terug is. Ze weten dat het op grond liggen. We gaan zien. Kom even schoen gerust. Ja, misschien 30 seconden pauze. De eerste ronde is voorbij, maar nu tweede ronde we beginnen. Fight ready? Yes. Fight ready? Yes. Fight! Los erop. Ik ga 27 op mijn kop. En 60 op mijn body. Puur. Een haar. En 3 op mijn van die kant ga ik. Laatste 30 seconden. Lekker, loop!
Time. De fuck is strijder, bro. Bro, maakt niet uit. De laatste ronde. Fight ready. Yes. Fight ready. Yes. Fight! Hier. Oké, boys, na hevige partij hebben we vandaag winnaar gekozen. De winnaar van de partij vandaag was. Boys. Alleen maar respect. Zo, man. Overwachten. Moet ik hier een pijn kunnen wachten? Eerst en vooral, ik ben heel blij dat hij is gekomen. Ik ben heel blij dat je die uitdaging hebt durven aangaan. Zo'n mensen hebben je uitgenodigd. Ik ga je snel een paar vragen stellen. Hoe verschillen je gedachten van voor en na je gewicht? Meer oogcontact. Meer oogcontact, ja. Meer mijn oogcontact dekken. Meer kijken wat hij doet. Ja, wanneer ik lach ga, niet te veel. Mijn dekking behouden. Okay. Second vraag. Heb je je gameplan kunnen uitvoeren of heb je je moeten aanpassen? In het begin wel, maar ik heb me wel moeten aanpassen. Anders ging ik nog uit. Oké. Laatste vraag. Gaan we je binnenkort nog terugzien? Ja, sowieso. Respect, man. Roski, hou je goed. Je hebt het heel goed gedaan vandaag. Zo'n mensen hebben we alleen maar nodig. Oké, ik sta hier vandaag met Thairis, de winnaar van de partij. Ik ga je even een paar vragen stellen. Ja, schip. Gewoon antwoorden. Hoe verschillen je gedachten van voor en na je gevecht? In het begin dacht ik echt dat ik ging verliezen, omdat hij doet al MMA en zo, gewichtsporten. Ik heb vroeger maar een paar gewichtsporten gedaan. Dus ik dacht dat ik echt ging verliezen, want hij is heel technisch en zo. Maar ja, ik heb het gewoon gedaan. En op het einde was ik verbaasd, zeg maar. Door, nu weet ik ook wat ik kan doen en zo. En weet ik ook wat dat beter moet en zo. Dus het heeft mij wel geholpen. Dat is nice om te horen, man. Maar de tweede vraag is: heb je je eigen gameplan kunnen uitvoeren of heb je jezelf moeten aanpassen? Ik heb. Ik had eerst geen gameplan, maar in het begin van de match, toen ik zeg, we begonnen te boksen en zo, ik heb mijn hele systeem opgebouwd en zo, en dan ben ik gewoon gegaan en gewerkt. Nice, man, nice. Laatste vraag, gaan we je binnenkort nog terugzien? Sowieso. Oké, maar respect dat je bent gekomen, soldaat, en jullie zien we nog later. Laters.